Yo kijkers, welkom bij een nieuwe video. Ik sta vandaag in een keukenzeelbedrijf. Kijk maar. En vandaag ga ik jullie een kleine tour geven van deze keukenzeel. Ja, wat is er gebeurd? Anders ga je er... Ja. Ja, we gaan vandaag... Ja, we gaan dat vandaag doen. Dus ik breng jullie even naar boven. Jullie kunnen het... Jullie zien even 10 seconden zwart. En de tijd gaat nu in. Ik ben ik weer. Zijn het langer dan 10 seconden geduurd? Nou ja, boeit mij geen flikker. Dus we gaan door. Dit is een beetje het hof van de keuken. En ik heb een medewerker. Ik heb net een hele bijzondere keuken gezien. Kom maar kijken. Want deze heeft elektrische kasten. Wacht. Ja, zo. Zo werkt het dus. En nu weer dicht. Ja, dat duurt nog eventjes. Nou, we gaan nu weer verder. Dit is een beetje waar de andere keukens zitten. Oh, eten. Even gratis mijn eten opruimen. Gratis eten. Gratis frieten. Gratis putsie dummen. Puffen dieren. Lekker gratis eten. Mijn maag douwen dadelijk. Nee, gaatje. Like. Oh, what the fuck. Beetje. Rekam. Hebben jullie ook trouwens die rare reclame zien waarin wordt gezegd, wordt dat piep? Ja, dat ga ik niet zeggen. Een beetje rare reclame over de straks op een grensoverschrijdend gedrag. Dus laten we doorgaan. Dit is dus de bovenverdieping. Nog meer keukens. Even kijken, misschien zit er wat verstopt in deze ovens. Mooi, en die niet. En die ook niet. Ik draai het beeld even, zien wie het deed. Nou, dat is beter. Ik vlog de hele tijd met vierkant beeld, dat is niet de bedoeling. Nu vlog ik even goed. Kijk, waar ben ik meer? Ik ben weer. We zien nu even 10 seconden zwart, dan gaan we naar beneden. En de tijd gaat nu. Zo, daar zijn we weer. Zijn we weer, de beneden is de verdieping. Ik zie hier ook een mooie keuken staan. Ziet er ook leuk uit. En sorry van dat andere gedoe bij die kijkvideo van Roblox. Daar ging ik voor één dag politieagent spelen. En toen viel mijn beeld ineens uit. Precies op het moment dat er een bank overval werd gedaan. Dus ik ga even het beeld volgende keer nachecken. Dan ga ik weer een rol. Ik ga beloven dat ik weer politieagent ga zijn in Roblox. Maar dan niet in Brookhaven, maar in Livetopia. Dus bereid je maar voor. Komt over. Die komt zaterdag online. Zaterdagochtend. In de ochtend zijn de meesten wel een beetje wakker. Zaterdag in de 8 uur in de ochtend zijn de meeste kinderen wel wakker. Kunnen jullie een Roblox video van mij zien en verwachten?
Een beetje ongeveer om 8 uur. Ongeveer, niet precies. 8 uur. En ik zie hier ook een mooie keuken staan. Een hele mooie keuken. Met een wasbak. En een pan. Want hoe zou je leven zonder pan, jongen? Hoe zou je leven zonder pan? Nou. Voor even voor de duidelijkheid. Mensen zeggen soms dat ik een meisje ben. Nee, ik ben een jongen. Dus. Maar. Ik heb een vraag aan jullie. Als jullie van mij. Daar komt die GTA 5 video's van mij online willen zien. Doe dan een duimpje omhoog. En als jullie niet zo fan zijn van GTA 5 video's. En denken, nee, hoeft niet. Ik hou niet zo van achtervolgingen en 5-sterren politie. Achter je, blablabla. Dus doe dan een duimpje omlaag. Nou. Oh, nog meer. Gratis eten. Nog meer gratis eten. Neem me mee. Oh, kookboek. Even kijken. Kookboek. Niet zo bijzonder. Niet mijn geen reet. Nou zeg, lekker goedkope keuken. Jemig. Nou. Oh ja, beeld. Sorry hoor, ik vlog soms met vierkant beeld. Soms ben ik gewoon een beetje... kan ik de camera niet goed vasthouden, want ik vlog met een mobieltje. Nou, een kast. Even kijken hoe die open gaat. Nou, zoals een beetje bij het vliegtuig gaat die ook zo een beetje open. En...